We zijn ook heel blij en vooral met dit weer dat we eindelijk open mogen. De zwembaden in Altena kunnen, met de nodige aanpassingen en voorzorgsmaatregelen, weer open. Heerlijk! We zijn echt heel erg enthousiast. We hebben de afgelopen weken met een aantal vrijwilligers die we op hadden gebeld van kom maar lekker meehelpen. We hadden op een gegeven moment hadden we een groep van 15 tot 18 mensen die zijn meekomen helpen. Lekker heel het terrein schoongemaakt, de douches, de kleedkamers. Momenteel mogen de douches nog niet open, dus dat zal later nog een keer aan de beurt komen. Maar in principe ligt het terrein er spik en span bij. Voorzien van looproutes, linten, informatieborden en meer, wordt alles bijna letterlijk in goede banen geleid. Nou, misschien zo dat te zien is met de route. Dus de ene kant zwembad in, andere kant zwembad uit. We hebben ook bordjes in het bad van ene baan heen, andere baan terug. Boskrolbaan, snelle baan, langzame baan. Dat de mensen niet naast elkaar zwemmen. Ze mogen ook niet inhalen, dus dat wordt ook een nieuwe uitdaging. Aan de ene kant eruit weglopen, natuurlijk met sanitair hebben we rekening moeten houden. Wij hebben boven nog bij de dames het dichtgelaten. Beneden wisselcabines om en om, zodat je die anderhalve meter ook hebt. Douches die moeten allemaal gesloten blijven en dat is even afwachten of dat in juli misschien weer open mag. Maatregelen zijn getroffen, zoals handgels, handzeeps bij de wc's. Als je binnenkomt, ontsmet je je handen. We hebben looproutes uitgesteld met pijlen, in- en uitbordjes. Er staan bordjes met uitgaand verkeer, heeft voorrang op het ingaand verkeer. We hebben tenten neergezet waar bezoekers hun spullen neer kunnen zetten. In het derde bad mogen we met 20 mensen beginnen. Er moet een 1,5 meter regeling worden aangehouden. En dan hebben we de looproutes om het bad om iedereen de mogelijkheid te bieden die 1,5 meter aan te houden. Bijna alle activiteiten kunnen of zijn reeds van start. Vanwege de corona hebben we een aantal aanpassingen gemaakt. We werken nu met tijdsblokken. En tijdsblok is voornamelijk een stukje banen zwemmen, recreatief zwemmen. En ouder en kind zwemmen, zeg maar. En dan hebben we natuurlijk nog de zwemles zitten bij. We moeten zeker in blokken gaan werken. Wij hebben hier 6 banen, dus wij mogen met 30 banen zwemmers tegelijk. Dan gaan de mensen inschrijven in blokken. Wij beginnen om 8:30 met banen zwemmen. Elke keer een kwartier ertussen, dat wij voldoende tijd hebben om alles weer schoon te maken. Vrij zwemmen voor de jeugd tot en met 12 jaar. Die gaan in het blok in de middag, dus dat ze uit school ook kunnen komen. En zo proberen we met iedereen rekening te houden. De zwembaden openen de deuren in eerste instantie voor de eigen bezoekers. En puur omdat we abonnementhouders willen we eigenlijk voorrang geven op de rest. Want er zijn heel veel buitenbaden zeg maar, die nog niet open gaan of beperkt open gaan. En dan krijgen heel veel mensen van buitenaf, vanuit Sliedrecht of uit Rotterdam. Terwijl we onze eigen mensen ook iets willen bieden. Ja. Nog niet tot iedereen. Het is het blok tot en met 12 jaar is echt nog met een A-diploma. Want die hele kleintjes zit je ook met zinnelijkheid. Dat hebben we nog niet kunnen realiseren. Ook Aqua Altena en Andel is klaar om haar bezoekers weer te ontvangen.